Ik ben nu aan het zoeken op een speelveldje en zoals jullie horen is mijn metaaldetector gewoon stil. De signalen die ik hoor zijn ook echt de signalen. Maar klopt dat? Is dat waar? Ik ben van overtuiging dat het niet waar is. Het is namelijk zo dat een metaaldetector altijd geluid maakt. Je hoort vaak van beginnende zoekers dat ze bezig zijn met zoeken en dat ze zeggen ja, maar een metaaldetector geeft allemaal piepjes en die zijn allemaal met geluidjes bezig die niet opgegraven hoeven te worden. Ja, hoe kan dat dan? Hoe herken je die? Ik denk dat het een kwestie van leren is. Ik denk dat je daarmee moet leren omgaan. Een metaaldetector is nooit stil. Een metaaldetector is continu bezig met dingen uitzenden en ontvangen. Continu. Dus het is niet zo gek dat bij ieder klein stukje interference wat hij tegenkomt, dat hij geluid gaat maken. En dat kan zijn door een te losse kabel. Kan ook zijn door de omgeving. Wat je nu ziet, wat ik in beeld breng, is een mooi grasveldje met mooie bosjes erachter. Maar ik ga straks eventjes laten zien wat er allemaal in deze omgeving is, wat ervoor kan zorgen dat deze metaaldetector geluid geeft. Het geheimpje van net, waardoor ik mijn metaaldetector zo stil kreeg, is dat ik de sens helemaal heb laten zakken tot 60. Ik zoek en ik heb continu een klein beetje bijgeluid. Ik kan nog wel ietsje hoger zetten. Continu hoor je overal kleine geluidjes. Maar zodra je over een target heen komt, gaat hij echt het verschil geven. En dat was €2. Wat je nu hoort is continu beetje frummelgeluidjes. Maar die frummelgeluidjes die zijn helemaal niet erg. Op het moment dat je echt iets hoort, wat echt graafbaar is, waar je naar op zoek bent, dan ga je het verschil wel horen. Hij zit lekker tegen je te kletsen. Hij komt allemaal dingetjes tegen. En dat geeft niet, dat is goed. Er is niks mis mee. Dit is wel degelijk een heel ander geluid en het is herhaaldelijk. Het herhaalt zich, ook als ik ronddraai. Nou, dan gaan we die graven. Ik heb niet eens naar het nummer gekeken. En waarom niet? Omdat als je begint met de hobby, graaf je op alles. Al heb je 100 keer een treklipje, al heb je 100 keer een bierdopje of een blikje. Het maakt niet uit. Door zoveel mogelijk te graven, een stukje aluminiumfolie. Door zoveel mogelijk te graven, ga je steeds meer dingen herkennen. Een goed voorbeeld is dat met al deze omgevingsblokkades, laat ik het zo maar even noemen, heb ik de sensitivity nou zo ver naar beneden, hij staat op 70.
Dat houdt dus in dat het helemaal niet erg is om je sensitivity soms heel ver te laten zakken. Die gulden, die komt nog steeds gigantisch goed binnen. Zo zie ik ook veel op social media mensen vragen: is er een lijstje van VDI-nummers? Ik ben de laatste die een lijstje van VDI-nummers gaat geven. A, ik vind dat je er zelf een beetje achter moet komen. Als je zo graag wil weten wat welke VDI-nummer is, dan is het eigenlijk van belang dat je bijvoorbeeld de vaste dingen neemt. Kijk, bijvoorbeeld euromuntjes, die zijn altijd hetzelfde. Elk euromuntje is hetzelfde, dus zal waarschijnlijk ook hetzelfde VDI-nummer geven. Pak een euromuntje en haal hem onder je metaaldetector door. Onthoud dat nummer. Het is ook jouw hobby. Niet alles hoeft volgekauwd te worden. En dan komen we op de edelmetalen, goud en zilver. Als iemand iets moois vindt van goud, wordt er altijd gevraagd: wat was het VDI-nummer? Het maakt geen moer uit wat het VDI-nummer was. Simpelweg omdat iedere gouden ring en iedere gouden munt een ander VDI gaat geven. Ze zullen misschien wel bij elkaar liggen en je zal een goede indicatie krijgen. Maar is de ring gebogen? Ligt de ring op zijn kant? Ligt de ring plat? Is de munt dik? Is de munt dun? Noem het allemaal maar op. Hoeveel karaat goud is het? Het is allemaal bepalend over die VDI-nummers. Dus je hebt er niet zoveel aan. Lijstje van VDI-nummers. Nog een reden waarom VDI-nummers niet altijd het allerbelangrijkste zijn, is geluid. Het is een samenhang. Geluid en VDI zijn samen een indicatie. Ze vertellen je allebei iets, maar het hoeft niet altijd de waarheid te zijn. Als ik hier overheen ga, en ik had hem net al opgegraven, dus ik weet al wat er ligt, maar dan hoor ik een heel kort, krummelig geluidje. En mijn VDI geeft rond de 40 aan. Even aanstampen. Er zijn heel veel mensen die dit niet graven. En waarom niet? Nou, omdat het gewoon een rotsignaal is. En omdat de VDI schommelt tussen de 40 en de 60. Maar ik weet dat als het een bierdop is, dat die hoger ligt. En ik weet dat als het bijvoorbeeld aluminiumfolie is, dat het veel lager ligt. Wat ik ook weet, is als het iets groots is, dat het geluid langer is. Dus die dingen heb ik uitgesloten. Dan kan het alleen nog maar iets kleins zijn. En waarschijnlijk is dat dan zo'n 5 eurocentje of een 2 eurocentje. Daar is die. Hier. Kijk, dan kom je uit op dit. Maar het is wel een muntje. Een van de meest voorkomende vragen die elke dag terugkomt. En soms wel meerdere keren per dag. En het is heel goed bedoeld en ik snap de vraag ook wel. Het zijn mensen die mee willen zoeken. Mag ik een keertje met je mee? Of wil je een keer bij mij komen zoeken? Eigenlijk geef ik daar ook altijd hetzelfde antwoord op. Eigenlijk zeg ik altijd in eerste instantie nee. Niet omdat ik niet met jullie wil zoeken, want ik wil heel graag met jullie zoeken. Maar ik krijg de vraag elke dag. Elke dag een paar keer. En als ik nu zonder iedereen persoonlijk te kennen een selectie moet maken, dan ga ik mensen benadelen en mensen bevoordelen. Ik vind zelf dat ik het niet kan maken om tegen de ene zomaar spontaan ja te zeggen en tegen de ander zomaar spontaan nee. Dus mijn vaste regel is nee. Ik ga niet een keer afspreken. Maar mocht er een goede reden voor zijn waarom ik dat wel zou doen, dan doe ik dat wel. Nog een vraag waar ik eigenlijk nooit antwoord op geef is goede zoekplekken. En dat is niet omdat ik jullie zoekers dat niet gun, want ik gun iedereen prachtige zoekplekken. Maar over het algemeen doe je heel veel moeite om toestemming te krijgen, bijvoorbeeld bij een boer.
En daar bouw je in de loop der tijd een relatie mee op. Je houdt je aan de regels die daar gelden. Je zorgt dat je auto nooit in de weg staat. Je graaft netjes, je ruimt je troep op. Je neemt af en toe wat lekkers voor hem mee. Dat ga je niet zomaar weggeven. Daar heb je moeite voor gedaan, dus dat geef je niet zomaar weg. En dan zijn er nog een categorie mensen die vragen van ja, maar ik ga heel ergens anders zoeken. Weet je daar geen goede plekken? Nou, ik weet niet door heel Nederland goede plekken. En als ik die wist, dan komt dat omdat andere zoekers daar gezocht hebben en dat daar gevonden is. Als mensen mij in vertrouwen vertellen waar ze zoeken en iets moois hebben gevonden, ga ik natuurlijk niet zeggen van nou, daar is nog een mooi plekje. Want dan geef ik een andermans plekje weg die daar heel veel moeite voor heeft gedaan. Dus ik ga geen goede zoekplekken weggeven. Dat doe ik niet omdat ik het jullie niet gun, maar dat is gewoon niet eerlijk tegenover de zoekers die die moeite hebben genomen om die plek te vinden en toestemming te krijgen op die plek. Dat is de reden waarom ik eigenlijk nooit zoekplekjes weggeef. Nog iets wat je best vaak voorbij ziet komen, is dat mensen binnen de kortste tijd hun metaaldetector weer verkopen omdat die niet voldoet. Ik kan je nu alvast vertellen, ongeacht welk merk je koopt, ongeacht welk type je koopt, elke metaaldetector doet precies wat hij moet doen. Elke metaaldetector die op dit moment verkocht wordt op de markt, is geen slechte metaaldetector. De een werkt wat makkelijker als de ander, de een legt je wat meer als de ander. Maar als er iets is waardoor je niet vindt wat je zou willen vinden, ligt het 9 van de 10 keer niet echt aan de metaaldetector. Wat wil ik daar nou mee zeggen? Leer je metaaldetector kennen. Leer hoe je ermee om moet gaan. Geef de metaaldetector de tijd. Zorg dat het een soort buddy wordt, een soort vriend die je aanvoelt. Hij vertelt jou iets, maar je moet wel luisteren. Als jij zijn taal niet spreekt, zal je nooit goed kunnen communiceren met je metaaldetector. Begin, als je een metaaldetector gekocht hebt, met de instellingen die al voorgeprogrammeerd zijn. De voorgeprogrammeerde programma's doen namelijk heel goed hun werk. Pas later, als je echt weet wat je doet en als je ook weet wat er gebeurt als je die knopjes indrukt, kan je instellingen veranderen. Maar ik zie zo vaak dat mensen een metaaldetector kopen. Het eerste wat ze doen is heel internet afstruinen naar programma's die andere mensen met succesvolle vondsten hebben gemaakt overzetten en vervolgens niet weten wat ze doen. En daarna ook niet meer weten hoe ze de metaaldetector terug moeten zetten naar de fabrieksinstellingen. Ga eerst aan de gang met de instellingen die er al in staan. Ga eerst kijken hoe werkt zo'n ding en wat vertelt hij jou. Dat is zo belangrijk. Leer de taal van je metaaldetector en hij zal je exact vertellen wat waar ligt. Echt waar.